Goedemorgen bij deze kenniskring van de Alliantie Kinderarmoede. Mijn naam is Esther Vreeburg. Ik ben programmamanager van Child Friendly Cities Initiative van Nederland. En ik geef vandaag deze presentatie samen met mijn collega Naomi Braunstaal. Zij zal zich zo meteen nog voorstellen. En we zijn hier vandaag eigenlijk over de vraag: hoe kunnen we zorgen voor een kindvriendelijke omgeving? Dit is een opgave binnen de Alliantie van de Kinderarmoede. Maar deze is nog niet gevuld, dus daar willen we graag vandaag een eerste voorzet voor doen. Want wat hebben kinderen die opgroeien in armoede in de fysieke omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Wat hebben ze nodig om te kunnen bewegen, verbinden en mee te kunnen doen? De omgeving waarin we ons begeven heeft invloed op ons allemaal en kan dus ook een pedagogisch effect hebben. En de omgeving kan de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Ook is het zo dat de omgeving belangrijk kan zijn voor ja, hoe je je voelt, maar ook wat de effecten van armoede op je zijn in het dagelijks leven. Dus daar gaan we vandaag bij stilstaan in deze presentatie. Kort even het programma waar we vandaag mee aan de slag gaan. Eerst volgt de introductie van Child Friendly Cities Initiative. Voor een aantal van jullie zal dit bekend zijn, maar voor een aantal wellicht nog niet. Dus het is even goed om duidelijk te hebben van waar wij komen met onze inbreng. Daarnaast staan we stil bij de resultaten van een uitwisseling met Vlaanderen over leefbare jeugdvriendelijke buurten. Daarbij komen voorbeelden aan bod uit Nederland en Vlaanderen. En daarnaast staan we graag met jullie stil bij voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. En is er ruimte voor discussie en gesprek om ook te kijken van ja, wat leren we van deze uitwisseling en hebben we nog mooie aanvullingen om deze opgave 9 te vullen. Voor nu, voor mij even tot zover, geef ik nu het woord aan Naomi. Ja, dankjewel Esther. Mijn naam is Naomi Braunstaal. Ik ben specialist kinderrechten bij UNICEF Nederland. En ik werk samen met Esther op het programma Child Friendly Cities. Nou, UNICEF Nederland is in 2022 begonnen met het Child Friendly Cities Initiative. En daarmee maakt Child Friendly Cities in Nederland deel uit van het internationale Child Friendly Cities Initiative. Een programma van UNICEF Internationaal. En dit internationale initiatief is in de jaren 90 tot stand gekomen en wordt inmiddels in meer dan 45 landen wereldwijd uitgevoerd, zoals jullie kunnen zien op deze mooie kaart. Het is gericht op gemeenten, op lokale besturen en het doel van het internationale netwerk is om gemeenten te ondersteunen om een kindvriendelijke omgeving te creëren en de situatie van kinderen en jongeren concreet te verbeteren, zodat zij allemaal gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. En ons motto daarbij is: A child-friendly city is a city that is fit for all. Child-friendly cities is gericht op gemeenten, omdat er tegenwoordig steeds meer verstedelijking plaatsvindt. En ook omdat steeds meer verantwoordelijkheden vanuit nationale overheden worden gedecentraliseerd naar lokale overheden. En daarmee ook de verantwoordelijkheid om het kinderrechtenverdrag te implementeren. Al weten gemeenten dat niet altijd. En ja, dat kan soms nog een moeilijke opgave zijn. Dat is niet altijd even makkelijk. En daarvoor zijn wij er. Daarvoor biedt Child Friendly Cities ondersteuning. En de eerste stap vanuit de gemeente is misschien wel lef. Om met een andere bril naar de gemeente te durven kijken. Wat anders doen begint immers bij anders kijken. En anders kijken kan dus door de kinderrechtenbril. En kinderrechten vormen de basis van het Child Friendly Cities initiatief. En daarom is het goed om kort even stil te staan bij het kinderrechtenverdrag. Het kinderrechtenverdrag is tot stand gekomen in 1989 en het is het meest ondertekende verdrag wereldwijd. Blijkbaar zijn we het als landen over heel veel dingen oneens, maar we zijn het niet oneens over het feit dat kinderen beschermd moeten worden. Bijna alle landen wereldwijd hebben het verdrag dus ondertekend, behalve de Verenigde Staten. Nederland heeft het verdrag ook ondertekend en dat brengt dus bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. En dus eigenlijk ook een belangrijke opdracht voor ons allemaal. Het verdrag bevat 54 artikelen, waarvan 41 materiële rechten, dus echt kinderrechten. En het is van toepassing op ieder kind tussen de 0 en de 18 jaar. Nou, kinderrechten raken natuurlijk een reeks aan onderwerpen die binnen de gemeente spelen. Denk aan speeltuinen, jeugdhulp, gezondheidszorg, onderwijs, vrije tijdsbesteding. Maar denk ook zeker aan armoede. Uit artikel 27 volgt ook dat kinderen recht hebben op een toereikende levensstandaard. In principe zijn ouders primair verantwoordelijk om te voorzien in deze primaire levensbehoeften van kinderen. Dus denk aan een dak boven het hoofd, voldoende eten, voldoende drinken. En daarvoor is het natuurlijk ook belangrijk dat ouders voldoende inkomen hebben.
Maar volgens het artikel komt de overheid om de hoek kijken op het moment dat ouders deze adequate levensstandaard niet meer voldoende kunnen bieden aan kinderen. En dan is er dus een bepaalde ondersteuningsverplichting om te zorgen dat kinderen toch in deze basisbehoeften worden voorzien en ook gelijke kansen hebben. Het verdrag bevat vier kernartikelen en deze kernartikelen die gelden als een soort paraplu boven alle andere kinderrechten. Ze zijn ook van toepassing op alle andere kinderrechten. En ik wil er graag bij twee even kort stilstaan. Allereerst artikel 3. Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Nou, als gemeente of als lokale partner, maatschappelijke organisatie, heb je natuurlijk met een hele hoop belangen te maken. En dit artikel houdt eigenlijk in dat je alle belangen in kaart brengt, ook dus expliciet de belangen van kinderen, deze tegen elkaar afweegt. En dat de belangen van kinderen dus een eerste overweging dienen te vormen. Het hoeft dus niet altijd de eerste overweging te zijn, maar wel een eerste. Een ander artikel waar ik graag nog kort bij wil stilstaan is artikel 12, het recht op participatie. En dat houdt in dat kinderen het recht hebben om hun mening te geven over alles, alle zaken die hun aangaan. Het betekent niet dat we altijd klakkeloos moeten overnemen wat kinderen en jongeren willen. Maar het betekent eigenlijk dat kinderen op een betekenisvolle manier moeten kunnen participeren. Dus het gaat over een eerlijk gesprek, open en serieus luisteren, kijken naar hun unieke visie en ook achteraf laten weten wat er met deze visie gedaan is. Het artikel kent geen leeftijdsgrenzen en het vraagt ook nadrukkelijk dat kinderen in kwetsbare situaties kunnen participeren. Dus juist ook die kinderen die zich niet zomaar melden. Dus denk daarbij bijvoorbeeld ook zeker aan kinderen die opgroeien in armoede. Een gemiddelde jeugdraad is heel fijn en kan meedenken op heel veel verschillende onderwerpen. Maar juist ook bij bepaalde vraagstukken die specifieke kinderen raken. Dus bijvoorbeeld kinderen in armoede, is het goed als de gemeente ook nadenkt over andere vormen van participatie. Dus hoe ga je in gesprek met kinderen die hier zelf bijvoorbeeld ervaring mee hebben? We hebben vanuit UNICEF ook een stappenplan opgesteld met 9 voorwaarden voor betekenisvolle participatie. Maakt niet uit in welke vorm je als gemeente of lokale partner participatie opzet, maar dit zijn de 9 randvoorwaarden om het op een betekenisvolle manier te kunnen doen. Nou, wat betekent het Child-Friendly Cities Initiative voor gemeenten en lokale partners in Nederland? Het is eigenlijk een netwerk dat gemeenten kennis, informatie, inspiratie biedt om kinderrechten een plek te geven binnen lokaal beleid. Wat betekenen kinderrechten nou eigenlijk in de praktijk? En hoe kunnen gemeenten en lokale partners samen zorgen voor een kindvriendelijke omgeving waarin kinderen kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien? Een omgeving die dus rekening houdt met hun belangen. Dat doen we in Nederland via 2 verschillende manieren. Aan de ene kant hebben we ons Child-Friendly Cities programma. Dit is een 3- tot 5-jarig programma waar gemeenten kunnen instappen. En binnen dit programma werken ze dan toe naar het label kindvriendelijke gemeente. We zijn vorig jaar gestart in november 2023 met de eerste lichting gemeente. En binnen dit programma lopen gemeenten een aantal fases door, 6 in totaal. Het eerste deel van het programma bestaat uit situatieanalyse. Dus dan gaat de gemeente onderzoeken hoe ze ervoor staan op het gebied van kinderrechten. En in de tweede fase van het programma stellen ze een actieplan op, kiezen ze prioriteiten om mee aan de slag te gaan. En als ze dus binnen 3 tot 5 jaar concrete verbeteringen behalen, dan kunnen ze het label Child-Friendly City krijgen en sluiten ze zich aan bij het wereldwijde netwerk van duizenden Child-Friendly Cities. Dat is het programma wat we hebben voor gemeenten. Maar daarnaast hebben we ook nog ons netwerk voor gemeenten en ook andere partners, waarin we hun inspireren op een wat laagdrempelige manier over kinderrechten. Dat doen we op verschillende manieren. Ze hebben onder andere een nieuwsbrief waarin we elke 6 weken informatie delen over kinderrechten, best practices delen, onze stappenplannen die we bijvoorbeeld hebben opgesteld. En daarnaast organiseren we ook themabijeenkomsten. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan over jeugdparticipatie. Maar een bijeenkomst waar we vandaag graag met jullie bij willen stilstaan is het uitwisselingsprogramma dat we hebben georganiseerd tussen Nederlandse en Vlaamse gemeenten over kindvriendelijke en leefbare buurten. En daar gaat Esther jullie wat meer over vertellen. Ja, dankjewel. Inderdaad, de uitwisseling met Vlaanderen tussen Nederlandse en Vlaamse gemeenten en een aantal andere spelers.
Want zoals Naomi al zei, Child Friendly City is gericht op ondersteuning aan gemeenten. En met name ook bij de vraag, hoe kun je nu de kinderrechten handen en voeten geven op lokaal niveau? En daar kwam eigenlijk deze vraag ook uit naar voren, van hoe zorg je nu voor leefbare, jeugdvriendelijke buurten? Buurten die uitnodigen tot bewegen, verbinden, inclusie en participatie. En de vraag eigenlijk ook van welke ingrepen in de fysieke omgeving kun je nou doen om te zorgen voor fysiek, sociaal en mentaal welzijn? Die uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen een aantal Nederlandse en Vlaamse gemeenten, maar ook nog een aantal andere organisaties. Vanuit Nederland was dat bijvoorbeeld het NJI, de HAN, Ruimte voor de Jeugd en de VNG. En ook de ministeries van VWS en BZK waren aangesloten. Dus een heel mooi breed gremium om samen over dit vraagstuk na te denken. Uit die uitwisseling zijn een aantal werkzame elementen naar voren gekomen die eigenlijk in elke context weer kunnen helpen om te zorgen voor die leefbare, jeugdvriendelijke buurt. En die werkzame elementen hebben we kunnen opdelen in drie rode draden die daar steeds doorheen liepen. En daar ga ik zo meteen met jullie doorheen. Met aan het eind eigenlijk de vraag: als we nou met deze werkzame elementen aan de slag zouden gaan in wijken met armoede, komen we er dan? Zijn dit de elementen voor opgave 9 waarmee we aan de slag moeten? Of mist u er nog één of meer? Of zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn als het gaat om de aanpak van armoede en ook vooral het verzachten van de gevolgen daarvan voor kinderen en jongeren in de buurt? Dus daar kom ik straks bij u op terug, maar we gaan eerst even kijken naar de drie rode draden die we in de uitwisseling hebben kunnen vaststellen. De eerste is jeugdparticipatie. Gelukkig maar, want zoals Naomi ook zei, is dat een heel belangrijk artikel binnen het kinderrechtenverdrag. En we zagen eigenlijk door de hele uitwisseling heen dat de participatie van kinderen en jongeren ontzettend belangrijk is bij de vraag hoe je komt tot leefbare, kindvriendelijke buurten. Want zij zijn eigenlijk, zij hebben een uniek perspectief. Zij zijn degene die kunnen aangeven wat ze nodig hebben in de gemeente, wat ze missen en wat er belangrijk is. En dat is dus hele belangrijke en waardevolle informatie. Wil je komen tot goede beslissingen over hoe je die buurt aanpakt, eventueel? Daarbij is het belangrijk dat het een betekenisvolle dialoog is. Naomi noemde net al even de 9 voorwaarden daarvoor. Het gaat erom dat het echt een goed gesprek is met kinderen en jongeren waar zij iets aan hebben, maar waar de gemeente ook iets aan heeft. En waardevolle input kan ophalen om ermee aan de slag te gaan. De vorm, daarvan zul je moeten kijken wat past bij de lokale context, het vraagstuk en de behoeften van kinderen en jongeren. Een veelgehoorde vorm is een jongerenraad en dat kan ook heel goed werken. Een voorbeeld van een jongerenraad die we hebben gezien was in Apeldoorn. Dat is dan wel weer net iets anders dan de standaard jongerenraad, want zij hebben 60 à 70 jongeren. En zij kiezen per onderwerp of ze aansluiten. Dus ze kijken, spreekt het onderwerp mij aan? Past het naast school, naast werk? En dan nemen ze deel aan het gesprek. Op die manier sluit je ze heel mooi aan bij hun interesses, maar ook bij hun mogelijkheden. En een andere mooie vorm is het initiatievenfonds in Utrecht, waarbij kinderen en jongeren op een hele laagdrempelige manier zelf hun ideeën naar voren kunnen brengen. En waarmee de gemeente dan eventueel aan de slag kan gaan. Een derde belangrijk punt binnen jeugdparticipatie is dat die inclusief moet zijn. Dus binnen de jongerenraad zitten vaak de jongeren die zichzelf al melden, die graag naar voren treden. Maar er zijn ook groepen die wat kwetsbaarder zijn of die minder zichtbaar zijn. En het is heel belangrijk om die ook te betrekken, omdat die weer hun eigen perspectief hebben dat belangrijk is. En als we dit meteen maar leggen over het vraagstuk van armoede, dan zijn kinderen en jongeren die in armoede opgroeien ook zeker een groep die kwetsbaar is en die ook niet altijd even goed zichtbaar is. Die zichzelf misschien niet zo snel zal melden voor de jongerenraad. Ook omdat ouders misschien niet de ruimte of de mogelijkheden hebben om kinderen daarin te ondersteunen, om ze ergens naartoe te brengen. Dus is het heel belangrijk om, als je in gesprek gaat met kinderen en jongeren die te maken hebben met armoede, dat je naar hen toe gaat en dat je zorgt dat je deze groep vindt en op een laagdrempelige manier kan benaderen. En juist ook gaat het erover dat zij ook in hun eigen situatie na kunnen denken en mee kunnen praten over wat ze nodig hebben. We zien dat de aanpak van armoede zich vaak ook heel erg richt op de ouders. En die zijn natuurlijk ook primair verantwoordelijk.
Om voor hun kinderen de juiste omgeving en situatie te creëren. Maar de kinderen en jongeren hebben vaak ook hun eigen vragen en eigen behoeften en durven die ook niet altijd meer naar voren te brengen. Dus het is belangrijk om in hun individuele situatie met deze kinderen en jongeren te spreken. En daarnaast ook om ze te betrekken bij de bredere aanpak van armoede of de vraag: wat hebben jullie in jullie wijk nodig om fijn op te kunnen groeien? En ik denk, als je kijkt naar wat voor hen nodig is, is het toch ook fijne begeleiding en goede ondersteuning, zodat zij weten waar ze aan toe zijn en op een goede manier mee kunnen denken over een vraagstuk dat heel erg belangrijk is in hun dagelijks leven. Dan kan ik naar de tweede rode draad, denk ik. Ja, die gaat over proces en samenwerking. Wat we zien is dat wil je iets kunnen aanpakken in een buurt, dan is samenwerking over de domeinen heen heel belangrijk. Het gaat niet, zeker als je wil inzetten op dat er sociale cohesie is of sport, is het belangrijk dat je niet alleen vanuit gebiedsontwikkeling nadenkt over de mobiliteit, maar juist ook de integrale aanpak met hoe zorg je ervoor dat er ook ruimte is voor spelen of voor ontmoeting en sport misschien ook. Een ander punt wat belangrijk is bij het inrichten van jeugdvriendelijke buurten is dat er wel regie is vanuit het lokale bestuur. En die kaders aangeeft en ook voorwaarden, waarmee ze ook de belangen van de inwoners goed kunnen vastpakken, maar dat je tegelijkertijd ook ruimte hebt, vrijheid voor lokale initiatieven en vertrouwen hebt in elkaars expertise. Mooie voorbeelden daarvan zijn Varsselder en het Ettingerpark in Zutphen. Daarbij waren de initiatieven vanuit een lokale vereniging vanuit een groep ouders met kinderen met een beperking. En die allebei bij de gemeente aanklopten met de vraag: wij hebben een idee, kunnen we daar wat mee? En in beide gevallen ging de gemeente met deze groep enthousiaste inwoners, volwassenen en kinderen in gesprek over hoe ze dat kunnen vormgeven. En dat leidde uiteindelijk tot hele mooie resultaten. Natuurlijk niet zonder slag of stoot, want het is best spannend als je met elkaar gaat samenwerken en elkaars expertises moet vertrouwen en ook moet leren kennen. Maar hier de foto op deze slide gaat over een beweegplek voor jong en oud. Waar uiteindelijk dan jong en oud zich kan ontmoeten, maar ook lekker kan spelen of bewegen. Een ander belangrijk punt binnen het proces en samenwerking is data. Data is handig om goede inzichten te krijgen, maar ook om een vervolgplan te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is het mobiliteitsplan in Turnhout in Vlaanderen. Zij hebben heel goed gekeken naar hoeveel verkeer er was. En de frequentie dat kinderen hun spel moesten onderbreken omdat er verkeer was. Dat gaf dan een indicatie voor de verkeersdrukte. Maar andersom, als je weet dat kinderen elke minuut hun spel moeten onderbreken omdat er weer een auto voorbij komt, kun je ook voorspellen dat kinderen op een gegeven moment niet meer buiten spelen. Dus die data kan helpen om te bedenken: hoe willen we deze wijk inrichten? Willen we misschien een paar hoofdaders waar wel meer verkeer is en dan autoluwe wijken waar juist ruimte is voor spel? En de laatste twee die gaan meer ook over gericht op de buurt, leer-ecosystemische aanpakken, gaat eigenlijk over het samenspel van alle actoren. En in Vlaanderen hebben ze in Beringen de Lutgardsite ontwikkeld, dat is een oude school, waarbij nu eigenlijk van alles nog wat samenkomt. Er zitten ondernemers, er zit horeca, er zitten creatievelingen en er zit een jeugdhonk, maar ook een plek voor jeugdhulp. Dus een hele laagdrempelige plek waar ze elkaar ook allemaal tegenkomen, al die verschillende mensen, waardoor je samen ook met nieuwe gesprekken krijgt, nieuwe kruisbestuivingen en dat leidt ook tot nieuwe contacten. En gebiedsgerichte aanpak gaat er ook heel erg aan dat je aansluit bij de behoeften van een wijk. Kijk wat er al leeft, kijk welke vragen er zijn, kijk ook wat er misschien al gedaan wordt, maar wat nog een steuntje kan gebruiken. En probeer daar dan de ondersteuning in te bieden, zonder dat we iets nieuws verzinnen. Maar kijk juist waar de energie al zit en waar de behoefte aan bestaat. En als we dit leggen over het vraagstuk van armoede, dan is zeker ook de aanpak van armoede en het verzachten van de gevolgen niet iets van één domein binnen de gemeente. Het gaat over verschillende afdelingen. Als je wil zorgen dat kinderen gaan bewegen, dan is het natuurlijk fijn als ouders een sportabonnement kunnen afsluiten.
Maar als dat niet kan, is het fijn als de afdelingen binnen de gemeente die gaan over de ontwikkeling van een gebied en die over sport met elkaar nadenken. Wat kunnen we eigenlijk in de wijk misschien organiseren, zodat dat heel laagdrempelig toegankelijk wordt voor alle kinderen. En data is natuurlijk ook heel belangrijk. Van kunnen de kinderen spelen? Moeten wij iets aan de infrastructuur doen waardoor er veel meer ruimte komt voor ontmoeting op straat? En zeker ook, kinderen zijn natuurlijk een onderdeel van de wijk. Ze zijn niet alleen een probleem omdat ze er misschien hangen of criminaliteit veroorzaken of overlast geven. Maar ze zijn ook een onderdeel van de oplossing. Dus door samen met hen en de andere inwoners te kijken naar wat hebben we over en weer van elkaar nodig, kun je daar ook een hele mooie vervolgstap in zetten. Voor nu even de rode draad 2. Dan kunnen we nu over naar de derde. Ja, die gaat eigenlijk over de inhoudelijke keuzes en dat je werkt vanuit inhoudelijke keuzes en dat je die als uitgangspunt neemt. Daarbij hebben we in de uitwisseling met Vlaanderen een aantal kunnen vastgrijpen. De organisatie van goede mobiliteit. Dus dat gaat ook over de vraag, kunnen kinderen zelf van A naar B? Zijn de wegen veilig? Zijn er stoepen? Ook gaat het over een doordachte aanpak van stadsplanning en de inrichting van de publieke ruimte. Een mooi voorbeeld was in Apeldoorn, daar hebben ze een regeling groene schoolpleinen. En daarmee kunnen scholen een subsidie aanvragen om hun schoolplein te vergroenen. En daardoor worden dat hele fijne groene oases in een gebied dat soms ook best verstedelijkt is. Of versteend is, moet ik zeggen. En zij zijn ook open buitenschooltijd. Dus dat betekent dat het ook buitenschooltijd een fijne ontmoetingsplek kan worden voor kinderen, maar ook voor ouders die met hen meekomen. Waardoor je dus eigenlijk op een hele laagdrempelige manier een mooie plek krijgt in de openbare ruimte of rond de school. Een andere die we hebben gezien is inclusiviteit. Dat is een belangrijk. We denken nog denk ik wel aan het voetbalveldje, maar is dat ook geschikt voor iedereen? Voelt iedereen zich dan veilig en prettig op die plek? Of zijn er misschien nog specifiek andere zaken nodig? Wat daarin een heel mooi voorbeeld uit Vlaanderen is, is Girl. Dat gaat over tienermeisjes in de publieke ruimte. En wat we zien is dat daar niet altijd aandacht voor is. En dat we ook niet altijd goed weten eigenlijk waar zij behoefte aan zouden hebben om in de publieke ruimte te kunnen zijn. Wat we ook zien is dat er uit het onderzoek van de Hoogent blijkt ook dat er vaak in eerste instantie dus niet wordt nagedacht over wat hebben zij nodig in de publieke ruimte. Maar dat je zeker ook in buurten waar veel verschillende culturele achtergronden zijn, ook nagedacht moet worden over welke sociale barrières zijn er misschien. En hebben we goede rolmodellen in de buurt om tienermeiden ook uit te nodigen om lekker buiten te zijn en te bewegen en anderen te ontmoeten. En dan de laatste, gezondheid van mensen en kinderen en van de stad. Dat gaat aan de ene kant over hoe zorg je ervoor dat kinderen en jongeren gezond zijn, dus dat ze kunnen bewegen. Maar het gaat ook over de nabijheid van zorg en dat er een plek is waar kinderen en jongeren makkelijk even binnen kunnen lopen als ze niet lekker in hun vel zitten, hun verhaal kwijt kunnen. En dat je op die manier ook snel erbij bent als er problemen ontstaan of als ze gewoon even een uitlaatklep nodig hebben. Die Lutgardsite in Beringen, die ik eerder noemde, is daar een mooi voorbeeld van. Omdat je daar eigenlijk op een oud schoolterrein, wat dan nu een plek is voor ook horeca en ondernemers. En een jeugdhonk en daar ook eigenlijk heel makkelijk een praatje aangeknoopt kan worden met hoe gaat het dan met je? En heb je dan ook, en als er dan blijkt dat er meer in nodig is, dat ook makkelijk die stap gezet kan worden. En in die zin gaat het ook niet alleen over de hardware, dus zorgen dat er een speeltuin is of een buurthuis, maar zeker ook over de software. Zorg dat er activiteiten zijn, zorg dat er mensen zijn die ruimte en tijd hebben voor dat praatje, om gewoon eens even een praatje aan te knopen. En ook om mensen bij elkaar te brengen. Want anders blijft dat speeltuin of dat buurthuis ook maar leeg. Gezondheid gaat ook over de gezondheid van de stad. En dat gaat eigenlijk over hoe is de luchtkwaliteit, hoe is waterkwaliteit. Maar ook met het oog op de klimaatverandering, hoe leefbaar is de stad op een hete dag? En dat is zeker voor de toekomst een belangrijke vraag. Een mooi voorbeeld komt uit Apeldoorn in de Klimaatstraat. Bij de vraag van hoe kun je daar nu mee omgaan. Zij hebben een gebied waarmee ze aan het experimenteren zijn hoe je een deel van de binnenstad, dat ook best wel versteend is, hoe je daar meer groen kan brengen.
Dus meer groen tegen de muur, meer groen in de straat, water in de straat. En ook soms de keuze durven maken als er een perceel nog leeg is, dat dus leeg laten en zorgen dat daar groen komt in plaats van daar een nieuw gebouw te zetten. En dat is natuurlijk een ingewikkelde en een projectontwikkelaar zou daar vast heel graag iets anders neerzetten. Maar Apeldoorn maakt daar heel bewust de keuze in van we willen groen, ook in de binnenstad. Zeker als het straks misschien nog warmer wordt, is het belangrijk om dat te hebben. En ook groen waar kinderen en jongeren kunnen spelen. En daar is ook het project van de Gezonde Buurten, van het JOC, het IVN en Jantje Beton. Die werken nauw samen met gemeenten om te kijken hoe ze kunnen zorgen voor groene en gezonde buurten. Waar kinderen kunnen spelen en waar je bijvoorbeeld ook een moestuin in een buurt hebt. Zodat ze kinderen daarmee in aanraking kunnen komen en samen met de andere volwassenen uit de buurt elkaar daar kunnen ontmoeten. Als je dit legt over het vraagstuk van armoede, dan denk ik dat je qua mobiliteit ook de vraag hebt. Het is natuurlijk heel fijn als we daar goede wegen aanleggen. Maar hebben die kinderen ook een fiets? Kunnen ze ook gebruik maken van dat fietspad om zelf te bewegen en om zelf naar school te fietsen of naar vriendjes? Of moeten we daar ook op investeren en kijken wat er nodig is? Als je kijkt naar wat heb je nodig in een buurt. Dan is het goed om te kijken van hebben deze buurten ook een sportplek of een sportveld of een ontmoetingsplek? Eigenlijk zouden deze buurten waar meer armoede is, eigenlijk de mooiste sportvelden en ontmoetingsplekken moeten hebben. Omdat die kinderen niet altijd het geld en ruimte hebben om zo'n plek op te zoeken elders in de stad of in de wijk of in het dorp. Ik heb ook gezien in gesprek met jongeren hoe belangrijk dat kan zijn. Ik heb een groep jongeren die hebben meegedacht over het jongerenadvies van UNICEF over armoede. En met hun besprak ik laatst van, ja, is belangrijk is er ook belangrijk dat er iets in de buurt is waar je naartoe kan? En toen zei een groot deel van de groep, nee hoor, ik stap op de fiets of op een scooter en ik ga naar de sportclub. Maar er was één jongere en daarvan wist ik dat hij te maken heeft gehad met armoede. En hij zei, nee, dat is wel belangrijk. Want je hebt niet altijd geld om ergens naartoe te gaan. En het is dan juist heel fijn als er gewoon in je eigen buurt een fijne plek is waar je naartoe kan, waar je kan sporten, waar je mensen kan ontmoeten, waar activiteiten zijn. Dus juist voor die kinderen is het belangrijk om zoiets in de buurt te hebben. En ik vind dat dit voorbeeld ook heel mooi aangeeft hoe belangrijk het eigenlijk is dat je met de juiste kinderen en jongeren in gesprek gaat. Want als je aan een gemiddelde jongerenraad vraagt, is het belangrijk om een goed sportveld in je eigen wijk te hebben, dan zeggen ze misschien, nou, niet per se, ik stap wel op die scooter naar mijn eigen sportclub. Terwijl juist de kinderen en jongeren die wel in armoede opgroeien, zullen zeggen, misschien een heel ander antwoord zullen geven en zullen aangeven, ja, dat hebben we wel nodig. Verder wat ik zei, zeker als je kijkt naar het vraagstuk van armoede, dan staat ook wel eens een gezonde leefomgeving en het gezonde eetgedrag onder druk. Gebrek aan bewegen. Dus dat kan je natuurlijk allemaal aanpakken als je als je andere inhoudelijke keuzes maakt voor een wijk. En als je ook goed kijkt van bedienen we alle groepen, kunnen alle groepen in deze wijk ook meedoen. Ik denk dat dit even in een notendop de uitslag of de opbrengst is van de uitwisseling met Vlaanderen. En we hebben een heleboel voorbeelden voorbij horen komen uit Vlaanderen en Nederland. En eigenlijk ben ik nu ook benieuwd, zijn we benieuwd, naar wat eigenlijk jullie ervaringen zijn. Wat je kunt doen in de fysieke omgeving om te zorgen voor dat fysiek, sociaal en mentaal welzijn. En om ervoor te zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien, lekker ook naar buiten kunnen, andere mensen kunnen ontmoeten, kunnen bewegen. En dat er sprake is van inclusie en participatie. Dus we wilden eigenlijk graag met jullie daar verder over in gesprek. Ook om te kijken van, hebben we nu een aantal belangrijke elementen voor opgave 9 gevonden. In de zin van betekenisvolle participatie, de proces en de samenwerking en de inhoudelijke keuzes. Of zijn er echt ook nog andere knoppen waar we aan kunnen draaien? En hebben jullie daar mooie voorbeelden van?